Het is nog hartje januari, ook nog behoorlijk koud buiten. En toch smeden we alweer massaal vakantieplannen voor de mei- en zomervakantie. Zin in de zon, dat zal erachter zitten. Ondertussen voeren luchtvaartmaatschappijen, afhandelaars en Schiphol achter de schermen een hard gevecht. Met als grote vraag, wat kan onze luchthaven aan tijdens de piekdrukte dit jaar? We willen af van die urenlange rijen en verdwenen koffers van afgelopen jaar. En daarom zou Schiphol toch weer denken aan een maximum op het aantal passagiers. Tot woede van de reisbranche. ANVR-voorman Frank Oosdam die reageert in de Telegraaf vanochtend. Schandelijk, zo noemt hij het. Schiphol moet zijn beloftes nakomen en de problemen voor de meivakantie oplossen, zegt hij. De FNV, de vakbond, die kiest dan weer de kant van de afhandelaars. Zij stellen dit weekend een koffertoeslag voor. Bijvoorbeeld 2 euro extra voor je koffer betalen. En die kan dan rechtstreeks in de zakken van dit soort bagageafhandelaars. Ja, zo, we gaan het zo meteen nog hebben over bedrijven als nationale trots. Ja, hier is de trots wel een beetje vanaf, hè? Het is, ik denk al dat de reputatie van de luchthaven op het spel staat als dit gedoe maar doorgaat. Op het spel staat of is het al gebeurd? Ja, je zou zeggen van als het nu weer misgaat, dan, ik bedoel, dat kan natuurlijk niet. Dat kunnen ze ook niet laten gebeuren. En ja, het heeft ook te maken gewoon met de prijs die je betaalt, hè, aan de mensen die daar werken. Dus dan kom je bij zoiets als een koffertoeslag uit. Zal ongetwijfeld ook tot een hoop gemor gaan leiden. Mm-hmm. Moet je dan nog meer betalen? Mm-hmm. Maar nee, je mag hopen dat de luchthaven dat ze de problemen dus echt oplossen. Ja, ik weet niet hoe jij erover denkt. Beveiliging is nu geen probleem meer, heb ik begrepen. Het zijn nu de afhandelaars. Ja. En daarom ook die koffertoeslag. Dan zouden daar die afhandelaars weer beter uit betaald kunnen worden. Ja. Maar ja, een tweede seizoen, een tweede vakantieperiode waarin Schiphol opnieuw niet presteert, dat lijkt mij eerlijk gezegd heel slecht voor het aanzien van Nederland en zeker ook voor Schiphol.